stuk op een rij staan. Dat begint met Sade van Rossi. Ken je dat? Sade van? Dat klopt helemaal. Daarna komt er een stuk wat een eindje verder op het programma ziet staan. Dat is Lagen wij straks uw participatie. Dan mag u meedoen met het een en ander. Want wat gebeurt daar namelijk? Hij gebruikt het woord Haman iedere keer. En het is een traditie in de Joodse wereld dat die naam uitgeveegd moet worden. Want dat was de grote boosdoener. En dat doen we door op dat moment een beetje lawaai te maken. Kort, u krijgt daar ook instrumentjes voor. Die worden uitgedeeld. Of u kunt met handgeklap, of met voeten gestampt, of met boel, of whatever. Heel even, iedere keer als hij dat woord Haman roept of zegt, dan is dat de bedoeling dat gebeurt. Dat is heel traditioneel, zo hoort het. En we doen vandaag zoals het hoort. Thank you.